Goedemorgen. Mijn naam is Romy Albers. Ik ben curator. Weet redelijk wat van film, maar helemaal niets van rechten. Dus we gaan het vooral over film hebben. Alvast even een opmerking over, bij de vorige spreker. Over die kattenfilm. We hebben een aantal jaar geleden een hondenfilm uit 1921 online gezet. Had een heel slapend bestaan. Tot hij door de hondenliefhebbers werd ontdekt. En binnen een mum van tijd, binnen het weekend, had hij echt honderdduizenden kijkers. Wat bleek, ze zaten honden te kijken die niet meer bestaan. Honden worden doorgefokt. En dat was dus de attractie. Ze zaten naar een soort Neandertalers te kijken, wat wij zouden hebben. He, ze zaten te kijken naar alle blijbeesten die toen nog opstaande horen en een staart hadden. En tegenwoordig geen opstaande horen maar, en geen staart meer hebben door het doorfokken. Dus dat is ook nog een, iets waar je als filmhistoricus geen enkel idee van hebt. Maar waar je juist doordat je die films online zet, de kennis van anderen krijgt om je collectie toch weer beter te beschrijven en beter te begrijpen. Goed, dat even terzijde. Harold van Pesky, waarschijnlijk een van de onbekendste Nederlandse filmregisseurs uit de jaren 30. Ik ga twee dingen vertellen. Eerst een korte vogelvlucht, iets over de Nederlandse speelfilm tot en met de Eerste Wereldoorlog. En daarna ga ik in op Harold van Pesky. We beginnen bij de speelfilm in Nederland. Net werd al gezegd, ook de collectie van IM, ook van Beeld en Geluid, die hebben hele grote overlappen. En 1910, 1912, dan begint eigenlijk die Nederlandse film in die collectie op te duiken. Dat heeft een duidelijke reden. Voor 1910 waren er geen bioscopen in Nederland. Werden films vertoond door reisbioscopen. Werden er wel films opgenomen, maar het waren hoofdzakelijk lokale opnamen. Dus je ging met een opnameapparaat op de markt staan, bij de uitgang van de kerk, of je liep door de stad, je maakte opname en dat liet je in de stad waar je dan met je reisbioscoop stond zien. Dat was een grote attractie, mensen vonden het leuk zichzelf te zien, bekenden te zien of de bekende plekken. Maar dus niet in de dorpen daarna waar ze, of de steden daarna waar ze naartoe gingen. Dus die films hadden maar een hele korte levensloop. Die zijn bijna ook niet overgebleven. 1910 kwamen de bioscopen op en dan zie je ineens dat het hele landschap in Nederland verandert. Filmdistributie komt op. Daarvoor was het niet erg, je had een film en die liet je gewoon zien omdat je publiek wisselde. Toen ineens kreeg je dat publiek gewoon. Je had een vast publiek, dus je moest je films wisselen. Distributie komt op. En eigenlijk verdwijnt dan de Nederlandse film die gemaakt wordt, die verdwijnt achter de horizon. Het zijn vooral de Franse, Duitse, Engelse en Italiaanse films. Kortfilms die te zien zijn, journaals, comedies, tragedies. Er gebeurt dan rond 1912 wat. Dan komt er eigenlijk een soort verzet tegen de bioscoop. Er is nog geen censuur. Iedereen mag naar de bioscoop. Er zijn doorlopende voorstellingen. En je merkt dat vooral veel kinderen films zien, s'avonds laat. Ze stelen soms geld om naar de bioscoop te gaan. En ze zien films die ze eigenlijk niet mogen zien. Ze zien overspel, ze zien moord, in scène gezette executies. Een populaire film als een leeuw en een stier die met z'n tweeën in de arena worden gezet en dan kijken wie er wint. En het zijn gevechten tot de dood aan toe. Dat zien kinderen vanaf 6 jaar. Dus daar wordt op een gegeven moment komt er wel een soort verzet tegen. En dan komt er een openbare discussie. Moeten we nog wel die bioscoop houden en hoe moeten we daarmee omgaan? Nou, dat gaat alle kanten op. Van afschaffen tot de bioscoop tot volledig vrijlaten. Uiteindelijk komt er natuurlijk weer een soort tussenweg. De filmcensuur. Een van de dingen die in die bioscoopdiscussie naar voren komt is de vraag van, maar kan film ook niet op een andere manier dienend zijn? En dan komt heel snel de film als educatief de onderwijsfilm op. Nou, en dat is het begin eigenlijk van de Nederlandse film. Dan gaat er in Haarlem een zekere Maurits Binger zijn eigen eerste filmfabriekje opzetten, Hollandia. En gaat daar tussen 1912 en 1915 voornamelijk korte documentaires maken die voor het onderwijs te zien zijn. Ook Willy Mullens, net al genoemd, toen nog met de naam Albert Ferrer, later Hagenfilm, ging films maken. En dat zijn de twee eerste die in Nederland dan op een soort reguliere manier films gaan maken. Wat gebeurt is natuurlijk dat de Eerste Wereldoorlog komt en dat brengt een enorme verandering. Films zijn langer geworden in die tijd, dus komen nog steeds uit het buitenland. Maar dan ineens blijken de aanvoerwegen voor film geblokkeerd te zijn. Mensen hadden films uit Brussel, uit Londen, Parijs en Berlijn. Dat wordt steeds moeilijker. De tweede film is niet op nitraatbasis. Dus het is ook niet zo makkelijk om film het land in te krijgen. Want je zit ineens met munitiewetten. Film mag maar zomaar niet vervoerd worden. En Binger ziet dan de kans schoon om speelfilms te maken. Dat was altijd zijn heimelijke wens. En dan zie je dat er in Nederland voor het eerst lange speelfilms worden gemaakt. Dat gaat redelijk goed. Binger heeft een eigen filmfabriek opgericht, zei ik al. Binger heeft mensen in dienst. Zowel de cast als de crewleden zijn voor hem in dienst.
Ze maken zowel documentaires als speelfilms. En Binger heeft een redelijk florerende filmfabriek opgericht tussen 1914 en 1918. Hij heeft dan ook het idee om na 1918 mondiaal te gaan. Dan is het nog vooral in Nederland. De enkele film gaat naar buitenland. Onder andere een van de films is Carmen van het Noorden. Een Noord-Europese variant op Carmen. Die film die, is ook populair in Amerika. En hij denkt, nou, na de oorlog, dan kan ik expansie hebben. Dan kan ik met films naar het buitenland gaan. Dat denken ook een paar andere filmmakers in Nederland. Theo Frenkel is er nog een belangrijke filmmaker in die tijd. Heeft ook zijn eigen maatschappij. En eigenlijk zitten ze allemaal te wachten tot het einde van de oorlog om dan gewoon het grote geld te gaan verdienen. Wat ze echter niet weten, is natuurlijk wat er wel weten, maar waar ze zich eigenlijk wat ze niet wilden weten, is natuurlijk dat Hollywood zich in die tijd ontzettend ontwikkeld heeft. Hollywood is in 1911 ontstaan eigenlijk als de plek in Amerika waar films gemaakt werden. Tijdens de Eerste Wereldoorlog hebben ze doorgeproduceerd. Ze hebben een enorme interne markt. Dus dat is, ze hebben daar een enorme voorraad films liggen. En na die Eerste Wereldoorlog komt het als een soort tsunami over Europa heen. En dat betekent het uiteindelijk het einde voor de meeste nationale speelfilms op die grote schaal. Eigenlijk is er maar één land wat een beetje mee kan gaan en dat is Duitsland. In Duitsland hebben ze ook een grote interne markt. Maar wat nog belangrijker is, door de inflatie kunnen ze ook heel goedkoop films maken. Frankrijk, wat tot 1914 echt de bakermat van film was en zelfs in Amerika een marktaandeel van 50% had, dat wordt niet weggevaagd, maar wordt gewoon een kleiner land, evenals Engeland en Italië. En voor Nederland en omliggende landen wordt het gewoon, ja, het verdwijnt gewoon de speelfilm. Echt letterlijk. Binger die probeert nog te overleven door ten eerste zijn documentaire tak, waarmee hij die onderwijsfilms maakte, af te stoten. Dat doet hij. Dat geeft hij aan degene die altijd die documentaire films maakte. Dat is een eigen fabriek geworden en heeft de naam Polygoon gekregen. Dus dat heeft wel heel lang doorbestaan, zoals net verteld werd, tot 87. Heel lang in Haarlem en toen de televisie kwam zijn ze ook naar Hilversum verhuisd. En toen opgegaan met een aantal anderen in Cinecentrum op een gegeven moment. Maar Polygoon is altijd wel de merknaam gebleven voor dat journaal. De speelfilm, Binger probeerde met Engeland samen te werken. Dat lukte niet. Hij heeft nog een tijdje doorgewerkt, maar in 1923 is hij gestopt. Frenkel had voor de oorlog al wat gewerkt in Duitsland, wil dan ook in Duitsland gaan werken. Dat doet hij, maakt een aantal films in Duitsland. Maar in Nederland wordt er bijna niets meer gemaakt. In 1923 gaat ook Frenkel zijn fabriek in Nederland failliet. En dat is eigenlijk een soort eerste schisma of keerpunt in die Nederlandse filmgeschiedenis. Dan zie je dat de ambitie om speelfilm te maken, die vervalt een beetje. En waar Nederland zich vooral op gaat richten in die tijd, is het maken van films waar het buitenland niet in voorziet, maar wel vraag naar is. Journaals, onderwijsfilms, reclamefilms, Nederlandse animaties, opdrachtfilms, bedrijfsfilms, al dat soort dingen. Dat wordt eigenlijk die Nederlandse filmindustrie. Dus de speelfilm valt weg en het is de, zeg maar, het bijwerk waar Nederland gewoon die industrie de afgelopen eeuw opgedraaid heeft. Ook als je kijkt naar de cijfers, zullen ongeveer 50.000 films in Nederland gemaakt zijn, grof geschat. 2% is speelfilm of experimenteel of lange documentaire. Dus dat is heel weinig. De andere 45.000, 46.000 films vallen in die categorie van journaals, bedrijfsfilms, et cetera. In de jaren 20 worden er bijna geen speelfilms in Nederland gemaakt. De enige films die gemaakt zijn, zijn films die gemaakt zijn door mensen die uit het theater komen. En het belangrijkste daarvan is Adrienne Solser. Zij maakt 4 films, comedies. En het belangrijkste bij Adrienne Solser is, als je de film van Adrienne Solser vertoonde, kreeg je Adrienne erbij. Want de film was natuurlijk zwijgend in die tijd, het was een stille film. Er was muziek bij, er was explicatie bij. Adrienne kwam en vertelde alle grappen, zong de liedjes. Dus dat was eigenlijk, film was een half product. Adrienne maakte gewoon die voorstelling tot een geheel. Dat was een beetje wat speelfilm in Nederland gechargeerd gezegd was. Er werd af en toe een poging gedaan, maar meer dan 1 speelfilm per jaar, een meestal een mislukte poging, was er niet. Totdat er rond 1927, 28 ineens die verandering kwam, de geluidsfilm kwam op. Dat betekende dat er films die voordien zwijgend waren, waren natuurlijk makkelijk over te zetten naar een ander land. Tussentitels kon je vertalen. Filmstijl had zich ook ontwikkeld, zodat films steeds meer zichzelf vertelden, zonder dat je tussentitels nodig had. Je had een explicateur die altijd nog kon vertellen wat er aan de hand was en hoe je het moest interpreteren. Dat veranderde volledig. Nederland kreeg vrij snel
De bioscopen gingen snel over op geluid. Mede dankzij Philips en Barnstein, die een eigen geluidssysteem hadden ontwikkeld, waarmee ze in Nederland heel erg pushy waren om te zorgen dat er zoveel mogelijk bioscopen hun systeem overnamen. Dat was nog een systeem met plaatgeluid gesynchroniseerd aan het beeld. Dus een wat moeilijk systeem, omdat het niet op één drager zit. Dus mocht er met één van de twee systemen iets miszitten, de film breekt, dan zit je al met het probleem dat het niet meer synchroon loopt. Singing in the Rain is een mooi voorbeeld van waar het mis kan gaan in zo'n film. En een komedie over die tijd waar je duidelijk ziet wat de problemen waren met de overgang naar de geluidsfilm. Maar zij hebben dus dat systeem, ze proberen dat te pushen in Nederland. En uiteindelijk hebben 33% van de bioscopen dat geluidssysteem overgenomen. De andere bioscopen nemen de andere geluidssystemen over. Er was een groot Amerikaans en een groot Duits systeem, Tobis Klangfilm en Western Electric. Dat waren twee andere geluidssystemen. Uiteindelijk blijft Philips net zo lang wachten om te zien wat het systeem wordt, om daarna in te springen en de geluidsprojector te gaan maken. Iets wat ze juist niet gedaan hebben met de video. Toen wilden ze voorop lopen. Toen zijn ze heel lang blijven wachten. En op het moment dat het geluidssysteem zich gedefinieerd had, heeft Philips de Philips projectoren gemaakt, de FP1's. Nou, dat waren de beste en wereldwijd zijn dat de belangrijkste geluidsprojectoren geweest uit de jaren 30 tot en met 60. Philips heeft daar ook een Oscar voor gewonnen. Dus uiteindelijk waren al die bioscopen in Nederland wel voorzien van geluid. Alleen de films nog niet. Nederland had het idee van, we gaan over op nasynchronisatie. Andere landen kozen voor nasynchronisatie. Nederland ging over op ondertiteling. Hagefilm is een bedrijf wat op dat moment een beetje in de zwaar opdrachtfilmers geweest. De opdracht liep wat minder. Willy Mullins werd ouder. En ze zijn toen vooral een instantie geweest die zich bezighouden met het ondertitelen van films. Dat gingen we in Nederland doen. In het buitenland werd er veel meer nagesynchroniseerd. En er kwam een ander soort film op. De geluidsfilm kwam op, maar wat gelijktijdig ook opkwam, was de multilanguage version. Dus je kan bijvoorbeeld zeggen, we nemen een film op in het Frans. De eerste scène doen we met Franse acteurs. Daarna verdwijnen de Franse acteurs, komen er Engelse acteurs en die spelen dezelfde scène in het Engels. Dan komen de Duitse acteurs, die doen het in het Duits. Zo doe je dat bij iedere scène. Uiteindelijk monteer je de film in 3 of 4 verschillende geluidsversies. Dus op die manier had men bedacht dat men ook dat probleem aan kon. Daarnaast zie je dat bepaalde landen gewoon echt uit protectionistische overwegingen zeggen dat er alleen maar films in de landstaal mogen. Nou, bij ons was dat absoluut niet zo. Wij hadden gewoon de films die ondertiteld werden. Dat duurde heel lang. Geluidsfilms in Nederland werden er bijna niet gemaakt. Barnstein en Philips experimenteerden wat met die Lutafoon. Maar goed, dat was met platen. Dat bleef allemaal een beetje in een experimenteel stadium. En pas 1931 zie je dat medio 31 komen eerst Polygoon en vlak daarna Profilty en Orion met hun geluidsjournaals. En dat is de eerste keer dat er Nederlands echt gesproken wordt in die bioscopen. Qua film nog niet, qua speelfilm. Dat duurt nog even. Er komt wel steeds meer roep om die Nederlandse speelfilm, om een geluidsfilm in het Nederlands. En uiteindelijk, 1933, wordt Cinetone opgericht als Nederlandse geluidsstudio. En dan worden ook de eerste Nederlandse geluidsfilms gemaakt. De eerste wordt nog door Philips gemaakt. Dat is Willem van Oranje. Dat is een enorme flop. De tweede film die komt een paar weken later uit. Dat is De Jantjes. En dat is echt een wereldhit in Nederland. 1 op de 5 mensen ziet de film. De producent is er, dat was Barnstein, is er heel rijk van geworden. En uiteindelijk zie je dat De Jantjes echt een soort als katalysator heeft gewerkt. En dan in een hele korte periode worden er in Nederland bijna 30 speelfilms opgenomen, geluidsfilms. In de jaren tussen 1934 en medio 1936. Goed, dat is het punt waar we een beetje aangekomen zijn. Het probleem natuurlijk was, we hebben wel die speelfilms, we maken ze al, maar we hebben geen ervaring. Dat was een groot probleem. Zoals ik al gezegd had, Willem van Oranje was een puur Nederlandse film. Maar daar zaten ook alle problemen aan, alle onervarenheid. Voor De Jantjes werd een regisseur uit Duitsland gehaald, een Nederlander, die al in de jaren 10 naar Duitsland was gegaan omdat daar het filmklimaat veel beter was. Jaap Speyer, die komt naar Nederland en die maakt met zijn Duitse ervaring De Jantjes, wat een groot succes is. Gelijktijdig is er natuurlijk het probleem in Duitsland, het nationaal socialisme komt. Heel veel regisseurs vluchten en heel veel cameralieden, producenten. Een deel daarvan komt naar Nederland of is op zeg maar doorweg naar Amerika of Engeland, blijft even in Nederland steken en wordt even onderdeel van die Nederlandse filmindustrie. Dus heel veel films uit die tijd worden gemaakt met medewerking en ervaring van Duitse of Tsjechen, Oostenrijkse filmmakers die in
Neubabelsberg, wat de grote studio's bij Berlijn waren, werkte. Die komen allemaal naar Nederland voor lang of korte duur. En die zitten eigenlijk een beetje die Nederlandse filmindustrie op poten. Nadeel is wel dat eigenlijk in Nederland er geen filmindustrie was die bestond uit maatschappijen die films maakten. Maar na het succes van de Jantjes zie je heel veel navolgers, rip-offs van de Jantjes, omdat men dacht met films snel geld te kunnen maken. Dus het zijn veelal maatschappijen die één of twee filmpjes maken, er dan achter komen dat het toch moeilijker is en dat de Jantjes ook wel een uniek succes was. Al gauw wordt de Jantjes, wat een Jordaan-film is over drie mannen die terugkomen uit Indië, als matroos terugkomen, eigenlijk geen werk kunnen krijgen in de tijden van crisis en uiteindelijk voor Indië kiezen om daar 6 jaar te gaan dienen bij het leger. Die film was dus een groot succes, maar hij moest het vooral hebben van de dans, van het Jordaan, comedieachtige, de lagere klasse, de verheffing van vooral de dames in die film die zich weten op te werken tot de hogere klasse, terwijl de heren gewoon niets anders weten dan dronken te worden, te vechten en uiteindelijk maar voor het leger te kiezen, omdat ze dan in ieder geval weer wat geld verdienen. Dus dat onderscheid zie je duidelijk in die films. Het nadeel is dat al die andere films vooral de Jantjes nadoen. Dus op een gegeven moment heeft men het ook wel een beetje gehad met al die Nederlandse films, met een dansje, een cabaretstukje, weer een dansje, een zangpartij. Vooral als daarbij ook nog eens een keertje de techniek het nalaat. Er is een beroemde scène uit de film Bleke Bed, waar Jopie Koopman zingt het lied van ik heb witte en rode radijs. Dat doet ze buiten. De microfoon hangt boven daar, het waait en je hoort, ik heb rode radijs. En omdat gewoon de techniek nog te slecht was, men kon ook niet snijden. Heel veel van die films werden opgenomen met één geluidscamera, met alleen maar totalen. Omdat je op die manier, er was gewoon niet meer, maar met totalen valt ook niet te snijden. Dus het zag er allemaal vrij, ik zou maar zeggen, amateuristisch is een groot woord. Maar het had niet de grandeur en de glamour en de snelheid en van de films zoals die in Duitsland en Amerika gemaakt werden. Er was eigenlijk in die tijd zo rond 1935 dus wel die bloei. Aan de andere kant was er ook wel weer een neergang in de kwaliteit. Er werd af en toe nog wel gepoogd een betere film te maken. En een van de mensen die daarmee bezig was Haro van Pesky. De andere kant van het verhaal van Van Pesky. Van Pesky komt uit een rijke Rotterdamse familie, 1896 geboren. Het zijn bankiers, het zijn handelaars. Van Pesky gaat in 1915 naar de Rijksacademie voor Beeldende Kunst in Amsterdam. Hij wil schilder worden, net zoals zijn oudere broer. Hij gaat ook kunstgeschiedenis studeren bij Jan Six, de Rembrandt-kenner, op de Universiteit van Amsterdam, toen nog de gemeenteuniversiteit. Na die tijd probeert hij een tijd lang te werken als reclametekenaar, als afficheontwerper, grafisch ontwerper. Dat doet hij een aantal jaren, maar dat blijkt gewoon toch niet zo'n succes te zijn. En hij besluit om weer terug te gaan in het familiebedrijf. Het is vooral een bedrijf dat een agentschap is voor een grote handelsmaatschappij in het buitenland en dan een Nederlandse handelaar daartussen, tussenhandelaar is. Van Pesky werkt voor dat bedrijf, maakt reizen naar Zuid-Amerika, naar Spanje, naar Duitsland. Kortom, hij reist door de hele wereld en gelijktijdig in zijn vrije tijd blijft hij bezig met wel tekenen en schilderen, maar veel meer de vrijheid die hij zich dan kan permitteren, omdat hij er niet meer geld mee hoeft te verdienen. Maar het artistieke blijft wel knagen en in 1930 neemt hij het besluit om eigenlijk zijn twee ambities, of zijn kennis, een commerciële kennis, die heeft als handelaar zijn ambitie op het artistieke gebied te combineren. En dat denkt hij te moeten gaan doen in film. Nederland had in die tijd, zoals ik gezegd had, nog helemaal geen filmindustrie, zeker geen speelfilmindustrie. En hij gaat daarom naar Berlijn, naar Neubabelsberg en begint daar van onderaf aan, gewoon als belichter bij de film. Hij probeert op die manier gewoon in korte tijd toch een beetje alle kanten van het vak te kennen. En in 1931 neemt hij de grote stap en sticht hij een eigen filmmaatschappij, Majestic Film in Berlijn. Majestic is een maatschappij die in 1931, 32, 33 een film maakt. Allemaal in opdracht van de grote Duitse maatschappijen. Tobis aan de ene kant, Oefa aan de andere. Als onafhankelijk producent maakt hij die films die daarna vertoond worden. 34 maakt hij 6 films en al snel groeit Majestic uit tot een van de grote onafhankelijke filmproducenten in Europa.
Hij is vooral op de achtergrond aanwezig. Hij is degene die de leiding heeft over het bedrijf, de directeur. Maar hij is niet iemand die inhoudelijk bezig is met de films. Hij maakt af en toe wel tekeningen. Op een van de films, Kampf, een film over de autosport, is hij ook wel als artistiek leider, staat hij op de credits. Dus daar heeft hij wat meer. Maar voor de rest blijft hij vooral op de achtergrond werken. Dat legt geen windeieren. Ik bedoel, hij heeft een groot bedrijf opgericht, een grote producent in Duitsland. Maar in Nederland totaal onbekend. Dan in 1935 komt hij naar Nederland en kondigt hij aan de oprichting van Majestic Nederland. Maatschappij net zoals in Duitsland, maar wel voorkomen losstand met Nederlands kapitaal. En daarmee wil hij films gaan maken in Nederland. Hij heeft gezien dat het in Duitsland kan. Hij is al wel eens gevraagd van wat vind je nou van die Nederlandse filmindustrie? En hij zegt, nou, er is genoeg technisch know-how, maar het ontbreekt ons aan ervaring op gebied van cast en crew. Het ontbreekt ons aan kapitaal en het ontbreekt ons aan een goede distributie van die films in Nederland. Maar hij gaat in Nederland met Majestic, wil hij een aantal films gaan maken. Eerst twee en het jaar erop, in 1936, wil hij vier films maken. Ze gaan nog verder en er wordt ook nog een Majestic in Londen opgericht. Dus dat hij uiteindelijk drie maatschappijen heeft waarmee hij in al die landen films wil gaan maken die wel nationaal zijn. Hij wil dus niet naar die multi-language versions toe, want hij heeft een beetje het idee van, ja, dat blijft raar. Je neemt een film op, je begint in Delft wat shots te maken. Daarna ga je in een studio in Berlijn, ga je met acteurs werken. Je wordt een beetje een ratje toe. En het geld van die films blijft ook in Berlijn. En komt nooit ten goede van de filmindustrie in Nederland. En hij wil juist met die verspreiding van die drie industrieën in die stad het geld ook voor een echte Nederlandse tak opzetten. Hij maakt in Nederland twee films. Die komen alle twee eind 1935 uit. De eerste film is heeft als titel Het leven is niet zo kwaad. De tweede film, De suikervreule. Ik wil beginnen met een stukje, 4 minuten te laten zien uit de film Het leven is niet zo kwaad. Dat is nog een film die heel erg op de Jantjes lijkt. Ik denk dat ik iets eerder afbreek, want ik zie dat de tijd wat kort is, maar... De kus komt later nog in de film, het komt allemaal goed. Dat waren de twee films die in Nederland maakte. Nou, bij de tweede film zie je al, ziet er allemaal veel duurder en luxueuzer uit. Dat is waarschijnlijk ook de reden waarom het nooit verder is gekomen dan die twee films. Hij klaagde al van tevoren dat je in Duitsland veel meer geld kreeg voor film dan in Nederland. Later gaat het helemaal fout wanneer Max Ophüls naar Nederland wordt gehaald om Comedie om geld te maken. De grote film naar aanleiding van 15 jaar Tuschinski. Hij heeft maar een vijfde van het budget wat hij eigenlijk in Duitsland heeft voor dat soort films. Dus het betekent uiteindelijk bijna het faillissement van Tuschinski en van Cinetone. Dus we zaten ook wat dat betreft met het groot probleem dat we hier te weinig geld hadden. Van Pesky gaat weer naar Duitsland terug, maakt met Majestic nog een aantal films. En hij blijft wel in Amsterdam en Berlijn gelijktijdig wonen. En in 1940 zien we voor het eerst weer opduiken. Net na de bezetting komt hij als voorman film voor het Nederlands Arbeidersfront, wordt hij naar voren geschoven en gaat hij pleiten voor het opzetten van een Nederlandse filmcultuur. Natuurlijk op basis van hoe de Duitse cultuur er was. En vertelt nog een keertje wat de grote problemen zijn met die Nederlandse film. Het gebrek aan ervaring, het gebrek aan geld en het gebrek aan ondersteuning van de overheid en de Nederlandse Bioscoopbond. Hij vindt eigenlijk dat er subsidie moest komen. Die zou er uiteindelijk komen, 15 jaar later, wat de boom is geworden, of de grote aandrijver van de Nederlandse speelfilmindustrie vanaf de jaren, eind jaren 50, met als eerste grote succes van Varen. Daar moesten we nog een tijd op wachten voordat die overheid die positie innam. Maar in ieder geval, dat is het laatste wat we van Pesky horen. Hij sterft uiteindelijk in 1948, dus auteursrechtelijk in het jaar waar we het nu over hebben. Maar met film is natuurlijk wat anders aan de hand. Een deel van de films, de Bingerfilms, Solania-films, zijn gemaakt door een bedrijf. Dus daar is het moment van openbaarmaking. De meeste Nederlandse speelfilms in die tijd zijn niet door een bedrijf gemaakt, maar door een aantal individuen. Er zit geen maatschappij achter. Dus dan geldt het auteursrecht. En dat is bij film verdeeld over meerdere personen. Het gaat om de regisseur, het gaat om de dialoogschrijver, het gaat om de scenario-schrijver en het gaat om de componist.
In bepaalde gevallen ook nog om de cameraman. Wat altijd raar is, omdat zeker in de periode van de stille film de cameraman een soms belangrijke rol heeft dan de regisseur. Murnau bijvoorbeeld, de grote regisseur, hield zich alleen maar met de acteurs bezig en liet al het camerawerk over aan Maier. Dus eigenlijk kan je veel meer praten over co-regie in die gevallen. In ieder geval, Van Pesky is in 48 gestorven. Maar de andere mensen hebben nog veel langer geleefd. En jullie zagen er net als componist bij de film staan Max Stack. Max Stack is in 1967 gestorven. De scenario schrijver in 1964. Dus uiteindelijk moeten we tot 2038 wachten voor die films publiek domein zijn. Ook al is de regisseur gestorven. Dus ja, nog 20 jaar en dan staan we hier weer. Oké.